In het vroege ochtendlicht is het wachten geblazen. Het is altijd weer spannend, zo'n strontrace. Het is altijd, je weet nooit waar de wind eigenlijk vandaan komt. Je denkt dan dat hij uit het noorden komt. Hij gaat toch weer meer naar het westen, draait niet meer terug. En dan weten we, hier over de leden, wordt het lastig voor die zware klasse, maar ook voor de lichte klasse. Dan komt het bericht dat het eerste schip bij de brug van Lisse is en vaart de theeboot het schip tegemoet. Hey mannen! Leven jullie nog? De strontrace is een van de zwaarste platbodemraces van Nederland en vindt zijn oorsprong in de vroegere handel van de stront die uit Friesland naar de Bollenstreek komt en de bollen die teruggaan. Scutje, de verwisseling is bijna in Barmond. Als eerste. De stront eruit, want pas dan stopt de klok. Ja, zwaar. Vertel. Het waait. Ja, jullie zijn bijna omgegaan, hè? Nou, we lagen bij Lisse en we hadden de zeilen al aangetrokken om de bocht scherp te nemen. Toen klapte een hele harde windvlaag in en die hadden we wel zien aankomen. Maar iemand had de schoot verplaatst die me in de hand vast had hier een knoop ingelegd. En toen was het los. Ja, dat hield even niet. Ja. Bijna om. Ja, ik denk dat we dat nog 5 seconden langer hadden vastgehouden, hadden we gezwommen, ja. Beurtbrief. Ah, jongens, nog even bollen laden, dan gaan we ze net eten. En terug naar Friesland.